Welkom in Hongaar Sport vanuit Kona Beach, Hawaii. Straks Germinal Beerschot Lierse, maar eerst dus Hawaii. Eerst een van de meest complexe sporten van de wereld. Eerst een van de meest mythische wedstrijden op deze planeet. De Ironman Triathlon van Hawaii. Marino van Hoenakker werd daar vorig weekend bijzonder knap derde. Maar één nadeel van Hoenakker is geen Antwerpenaar, sorry Marino. En Sophie Goos en Bert Chamaar zijn dat wel. Maar die hebben dan weer een ander nadeel. En dat is dat ze een slechte Ironman van Hawaii deden. Maar die Ironman, dat is altijd een avontuur, altijd een beleving, altijd een verhaal. Triathlon is een jonge sport en de meeste geschiedenis is hier geschreven op deze wedstrijd. Het is gewoon de allereerste Ironman ooit gerealiseerd. Er hangt een heel mythe rond. Dus ik zeg dikwijls wat de Ronde van Frankrijk is voor wielrenners, is Ironman Hawaii voor ons. Ironman van Hawaii verwelkomt voor het eerst de coming lady van de Belgische triathlonsport. Opnieuw een belangrijk moment in de jonge en snelle carrière van Sophie Goos. Ik wilde eigenlijk alleen maar naar hier komen als ik voelde dat ik er klaar voor was. Dat mijn lichaam er sterk genoeg voor was en mentaal ook dat ik er klaar voor was. En ik denk dat dit het eerste jaar is dat zo is. Drie dingen vallen op bij Sophie Goos op Hawaii in de 10 dagen voor de wedstrijd. Ze is om te beginnen, zonder haar focus te verliezen, bijzonder relaxed en vrolijk. Waar zijn die lekkere surfboys? Mag je dat zeggen, kakket? Mag je dat op de tv? Bob de Bauer. Bob de Bauer. Aan haar zijde tijdens een Hawaïaans ochtendloopje Ben de Wolf, de manager van het nieuwe en ambitieuze U-Place-team, dat Sophie Goos dit seizoen de kans biedt prof te worden. We hebben ook gemerkt dat in België een heel groot potentieel aan atleten is op de lange afstand. Nu wil U-Place eigenlijk de middelen, de faciliteiten aanbieden aan het potentieel om effectief meer uit die carrière te kunnen halen, om hier bijvoorbeeld ook in Hawaii vol te kunnen scoren. Ze weet een goede ontbijtje, zeg. Dat is meteen het tweede opmerkelijke feit. De afgetrainde triatlete denkt altijd aan eten. Goos is een machine, ook aan tafel. Ik eet in mijn leven al veel eigenlijk. Maar nu is dat leuk, want dat mag en dat moet eigenlijk. Dus nu is dat extra leuk. Hè. Bijna schattig tenslotte is de bewondering van Sophie Goos voor haar gerenommeerde concurrentes. Hier gaat ze op de foto met de latere winnares en loopwonder Mirinda Carfrae. Ja, deze is wel iets specialer, omdat je tussen de mensen staat die dat je normaal alleen in de boekjes ziet en die dat de wereldrecords verbreken. En, dat zijn allemaal straffe madammen. Ik moet het nog bewijzen wat ik waar ben tussen hun. Heel anders is de benadering van die andere Antwerpse topper, Bert Chamaar. Chamaar plaatste zich al voor de 7e keer op rij en leeft rustiger, meer teruggetrokken toe naar de wedstrijd. Ik ken de wedstrijd heel goed. Ik weet ook hoe moeilijk dat het is. Het is echt een rare wedstrijd, een zenuwachtige wedstrijd. Vrijdag namiddag moeten de triatleten hun fiets in de wisselzone gaan zetten. De wedstrijd van het jaar komt heel dichtbij. Ja, de bike check-in een dag ervoor. Dat is altijd een speciaal moment. Ja. Waarom? Ja, dan gaan we beginnen. Ja. Dus fietsweg wegzetten. Bed in en dan morgen vroeg is zover. Dan begint het begint te stressen. Echt. Who's got right and right song through the perilous path for the rest. Op zaterdagochtend ontwaakt de stille oceaan uit zijn rust. Indrukwekkend en pakkend. Bert Chamaar is na het zwemmen onmiddellijk op achtervolgen aangewezen. En ook Sophie Goos zwemt geen supertijd. Het is voor beide de voorbode van een lange, zware dag. Even nog Antwerpse hoop en geloof, want Bert Chamaar knalt op de Hawaïaanse highway naar de grote kopgroep en naar plaats 15. Inspanning die hij nooit meer te boven zal komen. Zeker op Ironman is het eigenlijk, ja, moet je proberen je eigen wedstrijd te doen. En hier in Hawaii is dat heel, heel moeilijk. En dat is ook wat ervaring. En blijkbaar, ja, ik ben hier al een paar keer geweest, maar blijkbaar nog niet genoeg.
Blijkbaar zelfs in die omstandigheden moet je proberen gewoon je eigen wedstrijd te doen en erin vertrouwen dat je goed zit en durven mensen te laten wegrijden. Het is noods 40 man. Ongeveer halfweg verteert Jamar de zware inspanning en zijn sportvoeding niet meer. Hij moet overgeven en zijn gelaat krijgt een wel heel ongezonde kleur. Als je een andere Ironman een slecht moment hebt, dan passeert er 3-4 man. Als je hier een slecht moment hebt, ja, dan passeert er 40-50 man. En mentaal is dat heel, heel zwaar. Kom maar weg, Wim. Ik heb ook tegen iedereen gezegd, kom, laat me allemaal doen en ik zal wel finishen. En laat me nu met rust. Met Sophie. Ook Sophie rijdt een sterke eerste 100 kilometer, waarin ze helemaal alleen zo'n 10 plaatsen goed maakt. Zelfs de top 10 is even binnen bereik. Dit is echt een mentale strijd. Maar ook Sophie komt de man met de hamer tegen en die raakt de debuterende Goos hard in de rug. Ik snapte het niet goed, want ik kon niet goed duwen en ik kon geen kracht meer zetten op de fiets. En die kwamen mij één voor één terug voorbij en dan is het echt heel zwaar. Ja, dan hoop je gewoon dat je rap in Kona bent om aan het lopen te beginnen en hopen dat je goede loopbenen hebt. Maar ik stapte van de fiets en kon mijn benen al niet meer tegen elkaar zitten. Het is een wat aandoenlijk beeld als de twee ambitieuze Antwerpenaars elkaar bijna kruipend kruisen op de beruchte Ali Drive. Van een wedstrijd is geen sprake meer. Of ik nu 50ste of 500ste eindig, dat doet er op dat moment niet meer toe. Hè. Sophie Goos, zij moet intussen tot 4 keer toe stoppen. De pijn wordt ondraaglijk. Oh my. Oh. Oh. Ook zij wil echter niet opgeven. Ja, nee, deze is echt kloten om het maar zo te zeggen. Na 16 kilometer kan de Antwerpse niet anders dan stoppen. Een ontgoocheling die moeilijk te verwerken is. Ja, ik heb binnen 7 weken nog een kans in Cozumel. Hawaii wordt een afknapper. Binnen 7 weken al volgt de volgende Ironman voor Sophie Goos, die van Mexico. Ik ben blij dat mijn seizoen hier niet mee eindigt. Ik mag hier een paar dagen echt wel van in de put zitten en dat zal ook wel zo zijn. Maar ik moet mij terug herpakken en ik heb terug een doel en ik heb er eigenlijk al wel terug zin in om daar te laten zien van kijk, ik ben in vorm, ik heb alles gedaan. Ik kan het daar nog eens bewijzen dat het niet aan de vorm ligt, dat ik gewoon pech heb gehad. Bert Jamar, die sleept zich intussen tussen de recreanten wel naar de finish en eindigt niet bij de beste 200. Ja, dat ik denk misschien wel mijn zwaarste dag ooit. Ik denk dat ik goed weet wat ik kan. En ik ben 30 jaar en als je ziet, Alexander 37, Lieto 37. Ik denk dat mijn 5 beste jaar eraan komen. Ja, een enorme ontgoocheling, een afknapper voor Sophie Goos en Bert Jamar. Ze zijn alweer een enorme ervaring rijker. Een ervaring die hen ongetwijfeld sterker gaat maken. Misschien volgend jaar al hier in Hawaii.